Een nieuwe app moet ervoor zorgen dat meer kinderen slagen voor het verkeersexamen. Volgende maand doen ruim 150.000 kinderen daar weer aan mee. Maar de afgelopen jaren zakken er steeds meer. De organisatie Veilig Verkeer Nederland maakt zich zorgen en bedacht daarom de app. Het verkeersexamen hebben ze al gehad, deze achtste groepers van de Edese Openbare Basisschool. En ze zijn allemaal geslaagd. Toch gaat het steeds slechter met kinderen in het verkeer. Ik merk wel dat kinderen minder goed op het verkeer letten door social media en door andere dingen. Bijna overgereden door een brommer, maar voor de rest niks. Ja, ik werd dan wel bijvoorbeeld wel bijna aangereden, maar dan was het bijvoorbeeld dat ik mijn hand niet uitstak. Kinderen weten steeds minder goed hoe ze zich in het verkeer moeten gedragen. En bijvoorbeeld wie wanneer voorrang heeft. Steeds meer kinderen zakken voor het verkeersexamen. Waren het er in 2007 nog 2500? Afgelopen jaar waren het er 6000. Dat is dus meer dan twee keer zoveel. Deskundigen maken zich zorgen, maar het ligt niet aan de kinderen, zeggen ze. Nee, kinderen worden niet slechter. De basis komt bij de ouders vandaan. Dus de kinderen willen we daar zeker de schuld niet van geven. Eigenlijk zijn het de vaders en moeders die het niet goed doen. Omdat ouders meestal hun kinderen wegbrengen met de auto. Ja, en op de achterbank hoeven kinderen niet op te letten en leren ze niks. Dus moeten de ouders zoveel mogelijk de kinderen het verkeer laten beleven. Het is ook een idee om de kinderen voor je te laten fietsen en dat zij zeggen wat de ouders moeten doen. Zodat ze op die manier spelenderwijs leren hoe met het verkeer om te gaan. De nieuwe verkeersexamen-app moet de kinderen ook helpen. Met vragen, fietstips en oefeningen op straat. Ik denk dat het wel goed is, want kinderen vinden het wel leuker op de telefoon leren. Bijvoorbeeld de tablet op internet of zo, dan in een boek. Je zit misschien wel graag achter de telefoon spelletjes te doen, maar iets leren, dat meestal niet. Kinderen zitten echt heel veel op telefoon en die kijken allemaal wat voor apps er komen. En als ze dat zien, misschien denken ze al, kijk, ik kan wel kijken wat het is. Ga jij hem downloaden, die app? Nee. Omdat het al in de boekjes heeft gestaan en je kan het ook al op de computer oefenen en zo. Voor de kinderen die de app wel downloaden, nog een belangrijke tip. Ze gebruiken de app thuis om de route voor te bereiden en om even de kennis op te halen. En dan laten ze hem thuis, leggen ze hem weg en dan gaan ze op de fiets. Dus niet op de fiets appen, want dat is pas echt gevaarlijk. Niet appen op de fiets! Ja, ja.